Welkom in Beuningen. Dit is trouwens niet mijn Porsche voor als je het afvraagt. We gaan vandaag trainen bij Spijer Sport met niemand minder dan Laura Smulders. En wie is Laura Smulders? Zij is Olympisch bronzen medaillist Londen 2012. Ik weet niet of medaillist een echt woord is, maar deze vrouw is een topper. Zij is een BMX'er en ik vraag me af, ja, hoe kom je nou op de Olympische Spelen? Hoe is dat? Hoe train je daar naartoe? Maar vooral, wat doe je dan qua krachttraining? En daar gaan wij vandaag achter komen. Welkom bij Day One. Laura. Hallo. Hoe is het? Goed. Alles goed? Met jou. Wat een fantastische sportschool is dit, zeg. Mooi, hè? Wat gaan we vandaag doen? Het is een beetje een lichtere training van de week, dus we gaan... Yes, gelukkig. Een beetje behendigheid, explosiviteit, snelheid, zeg maar. Het is niet heel erg zware gewichten, maar vooral op coördinatie en zo. Prima. Jij bent professioneel BMX'er. Ja. Jij kan ervan leven als een van de weinigen. Ja. Je zit in een Europees professioneel team, ja. Opgericht door jou. Vader. Hoppa, zie je? Ik weet de info. Maak je maar niet druk. Ik zit in de familie. Wat voor trainingen doe je vooral als het om BMX'en gaat hier in de sportschool? Best wel. Hier in de sportschool is het vooral explosiviteit, kracht. Daarnaast doen we ook andere trainingen gewoon op de baan. Techniek trainingen, sprint trainingen. Ook op de wielrenfiets af en toe, duurtrainingen. Wauw. Dus het is eigenlijk best wel divers. En vandaag doen we het gelukkig een beetje rustig aan en gaan we trainen met het team. Ja, het hele team is hier, het hele pro-team. Dus we kunnen mooi aan de slag. Nou, dat vind ik leuk. Dus een keer weer wat anders. Ja. Let's go! Dus je moet er ook goed uitzien als je doet. Zeker, flitsend. Eén keer met Nicky gebokst. Zo makkie. Conor McGregor. Ik snap dat als je dit ziet dat je tegen mij zou willen boksen. Makkie, kom op. Ben kapot. Denk je nou nooit bij jezelf, weet je, het fietsen, ik heb geen zin meer in, dat vallen en die blessures, heb ik geen zin meer in, laat ik lekker gaan jeu de boelen of zo. Nee. Nee? Nee, ik vind BMX nog steeds gaaf en natuurlijk, ja, die valpartijen die horen erbij. Maar dat zijn flinke blessures, hè? Wat heb je allemaal gehad aan blessures? Ja, ik moet een beetje afkloppen, maar ik heb mijn pols gebroken gehad. Ja. En ik heb mijn voorste kruisband afgescheurd. Ik heb toen met mijn knie 5 maanden eruit gelegen. Na 2 weken was ik al helemaal klaar mee. Toen dacht ik, kan wel weer, laat mij die fiets maar weer opstappen. Maar ja, okay. Ja, dat balen. Maar het hoort erbij. Okay, de training gaat dus nu echt beginnen. Warming up. Had ik al moeite mee? Nee. Nee, warming up is heerlijk, weet je wel. Dat zie je, topsporters. Die nemen daar echt de tijd voor, de Olympische atleten. Het is even wat anders dan gewoon de gym induiken. Alles is hier gecontroleerd en... We gaan nu op explosiviteit trainen. Ja. Dit kan verschrikkelijk goed gaan, maar het kan ook verschrikkelijk fout gaan. Nee, nee, nee. Kom maar goed. Oh ja. Ja. Oké. Okay. Grotere benen dan de gemiddelde Canadese bal. Wow.
wat ik eigenlijk heel graag wil weten, want dat is iets wat mij nooit gaat overkomen. Hoe is het om een Olympische medaille te winnen? Ja, voor mij was het toen natuurlijk best wel een grote verrassing. Ik was nog maar 18. Nou, in die finale, ik had eigenlijk al gewonnen. Ik stond in die finale, ik mocht meedoen. En toen ik over de finish kwam, ik wist niet wat me overkwam. En kijk, Smulders is! Kijk, Smulders is! En dan is het brons! Pagon, Wolker en Smulders! Net 18 jaar en ze pakt een bronzen medaille! Sensatie! Ik dacht, dit is echt één groot gekkenhuis, is niet waar, heb ik gedroomd. Nou, dat was dus wel echt waar. En wat er toen allemaal op me afkwam, wat ik toen allemaal mee heb gemaakt, dat is allemaal in zo'n roes voorbij gegaan. Eigenlijk zou ik nog wel een keer mee willen maken. In Rio is het helaas mislukt, maar ja, het is echt een super gave ervaring. Het is echt heel erg vet. Lat ligt er denk ik een stuk hoger. Ik legde hem voor mezelf ook meteen hoger natuurlijk. Van, ik denk, nou, ik heb het podium een keer gehaald, dus dat moet vaker lukken. Maar is dat ook wat er in Rio misschien misging? Ik stond daar gewoon met precies hetzelfde gevoel als in Londen. Dat was ook mijn doel. Ik lag dus derde op het eerste stuk en ik ging bijna naar de eerste plek in de eerste bocht. Dat was precies volgens mijn eigen plan. Ja, ik begon kleine foutjes te maken, maar dat is toch zo graag willen op dat moment om op dat podium te komen. In de laatste bocht ging ik onderuit. Dat was voor nog steeds is het een beetje een raadsel hoe dat heeft kunnen gebeuren, want ik reed gewoon heel normaal de bocht in. Nou, hoe voelt dat? Ja. Hoe schrijf dat gevoel is nou ja, op dat moment? Ik lag het is daar, niet leuk om aan te denken, maar... Nee, ik lag daar en ik wist dat het allemaal over was. Ik had 4 jaar getraind om daar een medaille te pakken. En dat was in één keer onder me vandaan gegleden, letterlijk. Hoe zit het dan met sponsoren? Hoe doe je dat? Want jij zit in een van de weinige teams waarin dat wel goed geregeld is. Ja, nou ja, we hebben 2 jaar geleden dus een commercieel team opgericht. Ja? Dat is eigenlijk het enige commerciële team hier in Europa. Precies. Mijn vader is teammanager en we hebben alle sponsoren bij elkaar gevonden om in ieder geval het hele team te voorzien van alle faciliteiten. De spullen zijn goed voor elkaar. Het gaat uiteindelijk om kleine dingen. Iedereen traint hard, iedereen heeft goede fietsen en iedereen gaat naar de wedstrijden toe. Ja. Uiteindelijk gaat het om kleine dingetjes. De kleine verschillen en dat willen we met ons team ook kunnen gaan doen. Ook Olympisch, de kleine dingen zullen het verschil gaan maken. Ja. Hoe heet het team? Team TV Oegema. Wat maakt BMX zo bijzonder? Wat maakt het anders dan alle andere sporten? Jij mag heel even aan de wereld vertellen waarom het voor jou zo bijzonder is. Hè? Zodat misschien anderen het ook gaan proberen. De snelheid die wij op de baan hebben en de sprongen die wij maken. En dan met 7 anderen, dat is toch wel het gaafste wat er is. Dus wikkelen. 40 seconden gewoon alles geven tot op de finish. Af en toe krijg je een tik van iemand, een elleboogje of zo, maar ja, dat hoort erbij. Toen ik het vroeger zag, ik was meteen verkocht. Ik vond het prachtig. We hebben het afgelopen jaren gezien. Het is gegroeid aan de meidenkant ook. Dus ja, het is zeker ook wel voor meiden. Prima. Ik denk dat we daarmee af moeten sluiten. Het is ook zeker voor meiden. Dus blijf kijken, want we gaan weer door met trainen. Oh. Toch mooi om te zien dat atleten heel anders trainen dan mensen die gewoon dagelijks aan de gewichten hangen. Voor mij haal ik daar persoonlijk meer plezier aan. Mm-hmm. Ik heb echt genoten. Ik zweet al bij het springen omdat ik veel te fanatiek word. En dat vind ik ook echt leuk, spelletjes doen en daarbij ook zware gewichten tillen. Dankjewel. Ja, ik vind graag het heel gedaan. Erg tof. Ja, ik vind het echt... het is voor mij een eer om met een Olympisch atleten te mogen trainen. Vooral iemand die brons heeft gewonnen. Jullie bedankt voor het kijken. Volg mij overal even op social media, dus vooral op Instagram, JJ Boske. Maar vergeet ook niet even... Laura te volgen natuurlijk, Laura Smulders. Op Instagram, Twitter, Facebook. Ik heb ook een YouTube kanaal, nog niet zoveel filmpjes als JJ, maar ik hoop dat er nog weer meer bij komen. Laura Smulders, overal volgen alsjeblieft. Dan ben je een held. Dankjewel voor het kijken. En vergeet niet even op de abonneerknop te drukken. Subscribe. Dank jullie wel, die komt hierna. Later. Adios.